visage fermé, la même déception. Car le but égalisateur survient à la 26e minute des pieds de De Oliveira. Mais Belbaum réagit, les Anversois poussent et il faut un bon Sébastien Van den Heynde pour les en... Neuf pour les hommes de Felice Mazzu qui allait frapper à grands coups avant la mi-temps. Sur un corner d'Alex Brissac, De Oliveira s'élevait plus haut que tout le monde et plaçait un coup de casque hors de portée de Rodrigo. Profiteert FCN Sint-Niklaas. Daniel De Oliveira kapt de keeper mooi uit en brengt FCN aan. Voor tijd probeert De Oliveira het nog met een schot, maar de witte muur raakt niet gesloopt. 0-0 is de eindstand. Et puis 2-4 à la 56e, suite à un nouveau déboulé de Ventos qui clôt la marque de cette triste soirée molenbeekoise. Largué à 5 points de la place de barragiste et à 6 points du premier non retour. Goede mogelijkheden. Iets over de duur krijgen ze dan toch wat ze verdienen. Daniel Rodrigo De Oliveira vanuit de draai en Krupkes is geklopt 1-1. De thuisploeg drukt dan door en gaat op zoek naar de volle buik. Pour victoire 3-1, comme vous allez le découvrir sur ces images, signé Télé Mons-Borinage. De Oliveira a ouvert le score au quart d'heure en remportant. Op de counter dan wel na 34 minuten kan Daniel Rodrigo De Oliveira zijn tegenstander uitkappen en ook afdrukken 4-2. Beveren uitgeteld.
Het antwoord van Hamme is er dan 7 minuten later met een lange bal, wat geklungel in de defensie bij Tubeke. En Daniel Rodrigo de Oliveira profiteert. Hij zet zomaar even 4 man in de wind en maakt dan gelijk 1-1. Slag, Massé bereikt opnieuw de Oliveira, doelman Marquez met de parade. Even later weer een voorzet van oprechts, Amoa knikt naast. Maar die jonge ploeg heeft het tegen nieuwkomer Woluwe moeilijk om in het spel te komen. De technisch vaardige Brusselaars zijn de Limburgers overal te vlug af en dat leidt tot kansen. De tweede helft en Woluwe zet de achtervolging in. Massé met een mooi hakje naar De Oliveira. Knap schot, maar de doelman tikt over. Hoekschop. Massé trapt die hoekschop. De Oliveira schiet op de paal, maar Hercor is goed gevolgd. 2-2. Woluwe verdient gelijk. À la reprise, le Brussels subit de plus en plus les saillies woluéennes. Brice 5 balance pour son capitaine Denis de Sar. De Oliveira se trouve au bon endroit et c'est 1-0 pour les locaux. Minute de jeu, Mugnanenza se crée une belle occasion d'ouvrir le score, mais son tir vient faire ricocher. Malgré quelques tentatives de creuser l'écart, le White Star n'affolera pas les compteurs ce dimanche et s'impose sur le score de 1-0. Overkant dan waar Woluwe een hoekschop mag trappen. De Oliveira zit een gaatje en kopt slim binnen. 1-1. De eerste kans voor de bezoekers. Inworp Millar. De bal komt bij Rodrigo de Oliveira. Zijn knal spat uiteen. Nu stukken beter in de partij en Daniel de Oliveira toont dat hij een zeer goede traptechniek in huis heeft. Hij de 3-0 scoort. Ook al probeert Temse weerwerk te bieden, toch geven ze te veel ruimte weg achterin. En zo kunnen de Oliveira en Belfassi een mooi nummertje opzetten en de 4-0 scoren. Een kwartier in de tweede helft is het opnieuw de thuisploeg die op voorsprong komt. De Oliveira loopt net geen buitenspel en werkt overhoeks binnen 2-1. Het voor het kwartier toch een keer de bezoekers. Lange bal tot bij De Oliveira. Die versnelt en snijdt goed naar binnen. Zijn schot wijkt af op het been van Sven van der Heijden en doelman Bart de Brouwer staat op het verkeerde been. 1-1. Beide ploegen kunnen het hoge tempo niet vasthouden en de partij valt wat stil. 10 minuten voor de pauze zijn de bezoekers nog het dichtst bij de voorsprong, maar het schot van De Oliveira spat uiteen op de lat. De tweede periode wordt De Oliveira weer diep gestuurd. Temse kapitein David Daman laat zich veel te gemakkelijk wegzetten en De Oliveira loopt de bal over Bart de Brouwer. En via de paal kan De Oliveira zijn tweede van de middag makkelijk binnenleggen. Eendracht Haas begint goed aan de partij en zet het meeste druk. Maar bij de eerste tegenstoot van FCN is het raak. Rodrigo De Oliveira opent de score met dit afstandsschot. Aalst gooit nu alles naar voren, maar krijgt het deksel op de neus. Voor de derde keer kan Rodrigo de Oliveira de bal tegen de netten trappen. En met een hattrick zijn ploeg op een comfortabele 3-1 voorsprong brengen. Daniel Rodrigo de Oliveira zet de strafschop beheerst om. En op 10 minuten voor het einde is alles weer te herdoen. Maar net als tegen Ternat zit het van. In de tweede helft blijven de bezoekers uit het Waasland voor het meeste doelgevaar zorgen. In de 65e minuut krijgt men bij Aalst onvoldoende de bal weg en scoort Mohamed Belfassi van dichtbij de 0-1. Voetbal in die tweede helft. Toch zorgen de Nieuwkerkenaars voor de meeste dreiging. Daniel Rodrigo de Oliveira met een knal van op 30 meter. Met zijn schot spat uiteen op de kruising. Het zit FCN. Helft blijft Sint-Niklaas beter en met meer inzet voetballen. Uitblinker Praat bedient Rodrigo de Oliveira en die hoeft de 2-0 maar. Daniel de Oliveira, die net vader is geworden, probeert het van op afstand. Maar zijn schot gaat net naast. En profiteert daarvan. Daniel de Oliveira stuurt Tim Verstraat in het straatje. En die legt naast Heijmans in doel. 2-0, eveneens de eindstand. Een mooie overwinning voor FCN. Al bepaalde de vallende bal over de bezoekende keeper lopen. En het staat 1-1, eveneens de ruststand. In de tweede helft krijgen we hetzelfde spelbeeld.
Een doelpunt na een combinatie komt er pas in de slotfase van de eerste 45. Tom van Hifte is de maker, maar Chris Janssens is de balbezit, maar is voorlopig enkel gevaarlijk op stilstaande fase, zoals hier met Daniel Rodrigo de Oliveira. De bal gaat naast. Voor de rust zet Steve de Ridder voor. Jimmy Mulissa half met het hoofd, maar Daniel Rodrigo de Oliveira vol op de slof. 1-2. In de tweede helft valt het op. De Wuiters proberen een hele tweede helft op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar verder dan dit schot van Daniel Rodrigo de Oliveira komen ze niet. Het blijft dus 1-2 in het voordeel. Na de rust komen de Wuiters scherper uit de kleedkamer. Tom van Hifte geeft de bal mee met Daniel Rodrigo de Oliveira, die zijn schot net buiten de 16 wordt onder de lat weggetikt door Doem. 8 minuten later, opnieuw een stilstaande fase. Rodrigo de Oliveira knalt door de muren. Kempereer is kansloos. 2-2.